ben een oude kameraad van je collega, Barry. Aangenaam. Ik heb iets voor jou gedaan. Je krijgt vanaf volgende week een extra FTE. Help alsjeblieft, mijn vriendin wordt verkracht. Waar? Kijk nou wat je doet, Mogol! We hebben niks. Nee, we hebben niks, nee. Maar dat komt omdat jij zo stom was om die koffer te laten vallen. Die koffer met mijn 3000 euro. Zeg, zou jij misschien iets minder demonstratief chagrijnig willen zijn? Zou ik kunnen puzzelen op een overval op een geldloper? Hey jongen! Assistentie-collega's, kom even chill! Geef me water terug. Als beest ik dood, come on! Dan met een fucking gun verneuk ik het nog. Ik verneuk het. Als jij niet naar binnen was gegaan, was er geen Wild West geweest. Dan had ik nou geen gewonde agent en een leger aan journalist op mijn nek. Ja, maar wat wil je dan? Ik kan gaan. Een berisping. Alleen maar omdat ik een meisje help. We zijn toch alleen maar goede jongens hier zo? Nou, kijk, wat kan hij er nou aan doen dat het zo leuk is? Ik denk dat hij gewoon een goede... Jongens, ik weet het. Ik ben een lul. Wat zeg je nou? Dat hij een lul is. Giel, waarom zeg je dat? Omdat ik gewoon een lul ben. Luister, Pik, als je dat nou nog één keer zegt, dan ben je echt een lul. Josh, ik ben een lul, oké? Jij bent geen lul, wie zegt dat? Ben je nou maar gek geworden, zo praten we niet over elkaar. En helemaal niet over jezelf. Heeft iemand die nieuwe gezien? Antje, hoe heet ze? Antje van Velzen. Is Antje een naam? Antje. Antje. In Friesland zeggen ze dat tegen Ans. En tegen jou zouden ze in Friesland zeggen. Zo, lekker ding, hè, Giel? Volgens mij ben jij geen stille, toch? Nee, nee, ik praat veel te graag. Nee, vrolijk. Ik bedoel, waarom draag je geen uniform? Oh, dat. Oh, ja, ik moet even een uurtje opnemen voor een privé-kwestie te regelen. Moet dat nu? Sorry, overmacht. Oké, opschieten. Kom op. Als hij terug is, mogen jullie naar de hangjongen bij de boulevard. Dan wordt er in de portieken geboekt. Ondertussen kan je naar het cellenblok. Er zitten een paar gevallen ter ontnuchtering ingesloten. Even kijken. Giel en Marieke, jullie gaan een klas schoolkinderen begeleiden. Ze willen demonstreren tegen de dreigende uitzetting van een Iraans klasgenoot. Oh, moeten wij dat doen? Ja. De eer is deze keer in bureau Seinpost. De andere bureaus doen de 5 andere demonstraties van vandaag. Den Haag, hè? Mike en Sonja, er is een steekproef geweest door een extern accountant. En het blijkt dat jullie nogal onzorgvuldig zijn geweest met de declaraties. Ik krijg nou de tandjes. Uit jouw mond klinkt dat nogal aangeleerd. Oké, gaan we op zoek naar de bonnetjes. Wees opgeruimd, maar voorzichtig zijn daarbuiten. Well, take everything I want. The girls are fighting for me, but every time that I take one, the aim is supposed to grow. Well, this is my life of sadness, this is the life I live, this is my life of gladness, this is the life I live. Goedemorgen. Zijn we wakker? Zo te zien niet. Wil je wat drinken? Een beetje met een aspirintje erin? Nee, water kan je krijgen. Gaat het? Ik heb hier geen lichttoegang. Waar heb je het over? Ik hoor je lichttoegang te hebben. Jij hoort hier helemaal niet te zijn. Jawel, ik hoor je wel te zijn. Ik hoor je wel te zijn en ik moet de chef spreken. Die bureau heeft toch een chef? Het is echt serieus van het grootste belang dat ik die te spreken krijg. En waarom dan wel? Alles staat of valt met dat gesprek. Meneer Van Dijk heet hij hier, toch? Ja, Wouter Van Dijk, ja. En jij bent? Antje van Velzen. Antje van Velzen. Ben jij die nieuwe?
Antje van Velzen. Ik ging het ophouden hoor, om zo naar me te kijken. Ligt mijn blauwe shirt nog bij jou? Zo, moet je die terug hebben dan? Zou wel fijn zijn, ja. Niks ervan, ik slaap erin. Ik slaap erin? Dit is mijn lievelingsshirt. Pech. Hey, wat doe je nou? Hé, hey, lekkere zeep. Ik ben toch zeepfetischist? Weet je toch? Kan niet hoor. Oh nee? Ik deed het net, dus kan het. 1, 2, 3, 4. Onze zak gaat lekker hier. Ik ga het trouwens niet doen hoor, jou de schuld geven. Klopte gewoon dat jij naar binnen ging. Ja, maar niet volgens de regels. We gaan naar binnen! 1, 2, 3, 4. Wat doen al die mensen hier? 1, 2, 3, 4. Onze zak gaat lekker hier. Ho, ho, jongens, ik snap jullie frustratie, maar er is geen toestemming om het binnen op te gaan. En waarom niet? Het zijn de regels. Ja, maar iemand van GroenLinks gaat zo meteen kamervragen stellen over de uitzending van Samila. Die wilde we deze handtekeningen aanbieden. Dus je was op tijd, maar je had je alleen in de kamer vergist. Sorry, meneer. Ik ben vooral heel benieuwd waarom jij de avond voor je eerste werkdag met je dronken kop uit de vechtpartij getrokken moest worden. Nou, mijn beste vriendin, Astrid, die had haar vrijgezellenfeestje. En ja, dat was vrijgezellen. Krijg ik dat, cabaret. Sorry. Nee, je was iets aan het vertellen. Ja, sorry. Ik had nogal wat op, dus, omdat het zo... gezellig was. En toen? Nou, op weg naar huis zag ik die ruzie. Ze waren aan het ruzie maken. Ja, dat doen ze als ze ruzie hebben. Ja. Dus ik probeerde de boel te sussen, maar toen werd het knokken. En ik nog zeggen dat ik agent was, maar dat hielp voor geen meter. Nee, omdat je geen agent bent. Je bent aspirant. En nu ga je naar huis, neemt een aspirintje, trekt je uniform aan... en dan als dat sodemieter terug naar dit bureau. Begrepen? Ja, meneer. Van Velzen, een slechtere start kan je niet hebben. Dus ik heb dat ding betaald en heb het kentekenbewijs op mijn naam gezet. Hier, kijk. Ja, en waarom geeft deze Bernard Klein die motor dan niet gewoon mee? Omdat hij hartstikke gek is. Toen ik de sleutels kwam halen, toen lachte hij me gewoon uit en hij pleurt zo de deur van mijn neus dicht. Maar daar staat hij. Dat doe je toch aangifte? Hij weet toch waar ik woon? Je weet toch wat zo gek kan doen? Hij is hartstikke gek. Hier is hij. Hoe zeg je met Jennifer? Oh, daar heb ik al een paar maanden niet gesproken. Die begon ineens over kinderen en... Voor jou zeker. Ja. Krijgen we altijd een flinke terrie, zeg. Hey, ik ben George Vrolijk en mijn maatje Karel hier heeft die motor gekocht. Alleen hij krijgt er niet mee. Hoe zit dat? Dat weet ik niet. Die motor is van mijn vriend en die zit nou op zijn werk. Ja, maar George hier is van de politie en die pakt Bernard op als ik mijn motor niet meekrijg. Jij bent geen politie. Ik weet hoe politie eruit ziet. Oh ja? Nou wacht maar even tot hij zijn uniform aan heeft. Ik ben hier omdat Karel een maatje van me is. Dus ik hoop dat we dit even onderling kunnen regelen. Anders doet Karel aangifte van diefstal. Nee. Bernard die zit nog in zijn proeftijd. Dan kan je hem niet even bellen? Hij mag niet privé bellen van zijn baas. Op de eigendomspapieren staat dat de motor van Karel is. Dus als je zo vriendelijk zou willen zijn om de sleuteltjes te pakken... Bernard heeft er niks over gezegd. Het is heel simpel. Of je geeft even de sleuteltjes, of ik kom terug in uniform. Dank u wel, mevrouw. Prettige dag. Doe mij nou een lol en doe nou geen zaken meer met dit soort gasten. Want, ja, hij is cool. Hij, bedankt, George. Goed, pik omhoog. Oké. Okay. Ik moest gewoon deo hebben, maar jullie mijn merk niet. Oh ja. Oh ja. Oh, die heb jij zeker in mijn tas gestopt, hè? Zodat ik hem lekker kan fouilleren, vies leuk. Hey, wij gaan even de politie bellen. Ja, blijf maar. Ik kon hem echt wel hebben, hoor. Niet om het een of ander, maar zullen we gaan? Kennen we elkaar dan? Nog niet. Barry. Tasha. Ja. Nu kennen we elkaar. Ga mee.
onze stam blijft lekker hier. 1, 2, 3, 4, onze stam blijft lekker hier. Als ik nou met een paar van die meisjes die handtekeningen ga brengen. Onze stam blijft lekker hier. 1, 2, 3, 4, onze stam blijft lekker hier. 1, 2, 3, 4, onze stam blijft lekker hier. 1, 2, 3, 4, onze stam blijft lekker hier. 1, 2, 3, 4, onze stam blijft lekker hier. 1, 2, 3, 4, onze stam blijft lekker hier. Ze is hier opgegroeid. Ze spreekt niet eens Iraans. Wat is er? Die verkrachter, die om komen slag. Hij loopt hier rond, ik heb hem gezien. Wat? Wie? Die hoelie uit die strandtent. Giel, je hebt onder hele grote druk gestaan. Het kan best zijn dat je dan dingen ziet die er misschien niet zijn. Marieke, ik ben niet gek. Hij loopt hier rond, die klootzak. Ik heb hem toch zelf gezien? Ik ga vervanger vragen. Wat? Oké. Okay. Eindje, jij moet met Sarah naar een melding. Ze is bij de lockers. Tel. Nou, ik heb die bonnen nodig die bij die reisdeclaratie horen. Ben zo terug. Reisdeclaratie? Wat voor reisdeclaratie? Hamburg, vorig jaar augustus. Ik heb je toch gezegd dat er een steekproef is geweest door een externe accountant? Oh, je moet dat nu? Als ik die bonnen vandaag niet heb, dan kan je die hele reis uit je eigen zak betalen. Moet van jullie naar die cursus, anders was ik nooit gegaan. Wat moet ik in Hamburg? Zou het niet weten. Jongen, kom bad wieder zurück. Mij niet gezien. Ik vind die bonnen nou maar. Je bent toch beroepsbeurneus? Ik krijg nou de tandjes. Mag je best zeggen, hoor. Mag ik een caesarsalade bij? Natuurlijk. Nog iets voor u, meneer? Nee, hoor. Nou, dank dan maar. Op het slot ingrijpen. Kaching. Nou, dan is dit voor jou een rekening. Ik ben mijn creditcard vergeten. Hey. Wat was het nou zo belangrijk dat je die drogist moest besteden? Toch wel terug hoor. Dat je dit soort dingen moet pikken. Hoezo? Ik bedoel, nou, je hebt een vriendje. Althans, dat moet wel met hoe jij eruit ziet. Hij hoort toch dat soort dingetjes voor je te kopen? Bij mij, zou je niks tekort komen, hoor. Waar woon je? Ik woon momenteel even bij mijn opa in de haven. En jij? Oh, ik woon in de buurt. Ik ga even naar het toilet. Vaak dat er een lijk aanspoelt? Nee, dat valt wel mee. Ja, we krijgen vaak meldingen, maar dan gaat het meer om, ja, troep in een visnet. En vorige maand hadden we nog een dode dolfijn. Ja, maar dat is geen dode dolfijn, toch? Nee. Kijk eens. Wat gaan we doen? Volgens uw vriendin zou u betalen.
Weet je wat? Ik heb nog een beetje trek. Doe me toch maar even de lunchkaart. Ja, natuurlijk. Meldkamer hier, HP220043. We zijn ter plaatse en het is inderdaad een stoffelijk overschot. Een jonge man, kou. Dus mogen we hier forensische opsporing en materiaal voor een afzetting, alsjeblieft. Oké. Antje, je mag wel even gaan zitten, hoor. Gaat wel. Hey, zouden jullie even door willen lopen? Dan is hij niet te zien. Wouter, er staat een beveiligingsbeambte bij de balie. Die zegt dat iemand terug zou komen. Neem jij zijn aangifte even op. Zoek je iets? Jou ontgaat weinig, hè? Dank je wel. Hé, hey. Kijk eens. Maar hij is kaal. ¿19 jaar, wat denk jij? Ja, ik zal niet veel schelen. Ga weer verder, ja? Ja, ja, is goed. Erwin Spaans, ik ken hem ergens van. Opsporingsbevel van vorige week. Raakte van een vissersboot, is vermist opgegeven. Oh ja. Klopt ongeveer met hoe lang deze jongen in het water heeft gelegen. Verwant of zo? Of zo? Nou ja, heeft hij een vader of een moeder? Familie bedoel je? Ja, zijn moeder leeft nog. Is het mijn beurt? Kom, ga samen. Adres? Schonkenstraat 30, 3 hoog. Hé, hey. Hey, je bent die nieuwe? Ja. Hé. Hey. Antje. Toes. Je hebt geluk gehad met je privézaakje. Wij stonden vanochtend boven een waterlijk van een week oud. Hé, hey, klopt dat jij echt heel dronken in die cel lag vannacht? Jongens, jullie moeten naar die demonstratie. Dat gaat niet goed. Van die schoolkinderen? Ja. Kan iemand dan even de aangifte van deze meneer... Ja, dat doe ik. Wie van jullie bloedhonden heeft mijn motor? Pardon? Een agent heeft de sleutels van mijn motor opgeëist bij mijn vriendin. Dat zou een agent nooit doen. Hij heeft zich gelegitimeerd. Ja, een Jos Vrolijk of zoiets. Juist. Loopt u even mee? Sorry meneer, komt zo iemand bij u. Komt u even mee? Je gaat weer naar buiten. Je klopt aan en dan wacht je tot ik je roep. Binnen. Wat doe je hier? Ik ben Barry van der Zwan, ik moest die een van de reclassering. Hoezo? Hoezo? Voor werk. Je had hier om 9 uur moeten zijn. Ja, ik moest nog even... Nee, je moest hier om 9 uur zijn en verder moest je helemaal niks, ja? Zitten. Ga zitten. Ik was vroeger net zo kleren jong als jij. Ik weet wel wat je denkt. Opruimen, destructiebedrijf, dat mot ik niet. Ik wil een huis. Zoals in MTV Cribs. Maar dit is je enige kans. Dat geloof je niet, hè? Tuurlijk wel. Weet je wat jij gaat doen? Jij gaat nadenken. Wat wil ik met mijn leven? Wat wil ik bereiken? En hoe krijg ik dat voor mekaar? Dat ga jij doen. Moet je wel op tijd komen. Geen geklooi. Hard werken. En zoek waar je goed in bent. Begrepen? Hoe laat moet ik er morgen zijn? 8 uur. Ik zal er zijn.
Wat denk je? Gaat deze het redden? We zullen het zien. Dat is Erwin, ja. Ze hebben hem mooi opgemaakt. Ik denk niet dat hij er zo mooi uitzag toen jullie hem vonden. Maar dat hebben ze mooi gedaan. Je kan zien wat voor mooie jongen Erwin was. Dat kan je zien. En mensen zouden van schrikken, hè? Als je kind dood is, zo opeens. Maar ik wist het, hoor. U wist dat Erwin dood was? Dat weet je. Ja, dat weet je. Hij had ook naar Afghanistan kunnen gaan. Maar met de zee kan je erop rekenen. De zee is erger dan Afghanistan. Nou zie je zijn vader en zijn twee opa's achterna. En ik heb het hem zo gezegd. Ik zeg, Erwin, doe het niet. Erwin, niet gaan varen. Maar ja, het bloed kruipt. En nou zie je ze achterna gaan. Zijn vader en zijn grootvader? En hun vaders. Allemaal vissers. Allemaal verzopen. Heeft hij pas geleden zijn hoofd kaal geschoren? Want op de opsporingsfoto heeft hij namelijk nog lang haar. Het was zijn eerste reis. En dan word je gedoopt door Neptunus. Ken je die? God van de zee. Van vroeger. En daar hoort een kale kop bij. Wanneer haal ik hem op? Ik wil hem bij zijn vader leggen. Na de schouwing. Ik zal de arts vragen daar niet mee te wachten. Wat gebeurt er als je wordt gedoopt door Neptunus? Hangt van de boot af. Meestal scheren ze je kop kaal of ze kijken hoeveel je kan zuipen voordat het weer naar buiten komt. Mijn oude vader, die hebben ze nog gebrandmerkt. Nou, zo'n kleintje maar. Kan het zijn dat dopen iets te maken heeft met zijn dood? Nee, gek. Nee. Is er wat? Er is toch niks? Hoezo? Jullie zitten zo te vissen. Mijn jongen is overboord geslagen. Meer kan ik er niet van maken. Karel wou mijn motor kopen. Maar toen we het kenteken op zijn naam hebben gezet, toen pas vertelde hij dat hij niet in één keer kon betalen. Dat hij op termijn wou betalen. Toen zei ik, jij krijgt mijn motor als ik mijn geld heb. En dat is er op heden niet gebeurd. Precies. En komt die lul op poten ook nog een keer met een agent bij mij thuis aanzetten. Net toevallig als ik niet thuis ben. Die aanbijenkweker weet donders goed dat ik van 9 tot 6 werk. Dus die kwamen alleen maar langs om mijn vriendin te intimideren. Klepsteiker. Oké, ik ga dit uitzoeken. Vandaag nog. Tot op de boom. Wat doen die wouten hier? 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 Hey jongens, demonstratie is afgelopen. Allemaal wegwezen. Ga maar naar huis. Weg, man. Dikzak. Sorry. Ga je lekker? Moet je soms met een lange lot? Je hebt helemaal geen lange lot. Oh nee, wat is dit dan? Dit noemen wij een lange lot. Nou, wegwezen. Het is hartstikke lekker. Moet je hem voelen? Wegwezen. Je bent aangehouden op openlijke geweldpleging en verkrachting. Hier, het komt van de patholoog anatoom. Hij heeft op het lichaam van Erwin Spaan sporen aangetroffen van ernstige mishandelingen die naar alle waarschijnlijkheid dateren van vlak voor zijn dood. En het een en ander duidt erop dat hij is verkracht. Schijt. Ja, nou, zeg dat wel. Nu gaan we dit nou weer aan die moeder vertellen. Sorry dat ik je niet geloofde.
Ik dacht net ook serieus even dat ik gek werd, hoor, maar het was hem echt. Ik had niet aan je moeten twijfelen. Je mag aan alles twijfelen, behalve aan één ding. Oh? Wat dan? Ja. Hè? Je moet uitkijken. Je wilde bespreken? Heb jij als politieman partij gekozen in een ruzie over een motor? Oh, dat. Nee, een vriend van mij die heeft een motor gekocht. Nee. Dan zeg je ja, meneer. Ik heb mij inderdaad als politieman in een privé-kwestie gemengd en partij gekozen. Dat mag niet. Dat weet ik. En daarom ga ik nu als de sodemieter met mijn collega Zera terug naar die vriend van mij om die motor op te halen, om hier dan samen de eigendomskwestie uit te zoeken. Ongelofelijke oetlul! Ja, meneer. Ik heb een kaars voor hem gekocht. Met een batterij. Maar hij lijkt net echt, hè? Het is veiliger. En hij blijft het altijd doen. Maar daar kwamen jullie niet voor. Jullie komen om te vissen. Dat zie ik aan jullie koppen. Wat moeten jullie nog van me weten wat ik zelf niet weet? Heeft u enig idee wie hier bij het dopen van Erwin betrokken waren? Oh, jawel hoor. Dat weet ik dan weer wel. Sil. Sil. Sil en Jochem. Ze zijn meteen bij me langs geweest toen ze terug waren van zee. En ze hadden niks gemerkt, zeiden ze. Ze hebben hem gedoopt en toen zijn ze gaan slapen. En de volgende dag was Erwin opeens verdwenen. Dank u wel. Hoe kan je nou zo stom zijn? Je weet toch dat we gebonden zijn om juist dit soort dingen niet te doen? Ik ken die gozer al sinds de kleuterklas. Ik ga er toch niet vanuit dat hij tegen mij gaat lopen liegen? Of wel? Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus je hebt die motor gewoon netjes betaald? Ja, ja, een handje contantje. Oké, dan nemen we de motor mee totdat de kwestie is uitgezocht. Ja, als je even de sleutels pakt, dan... Dat ken niet. Dat ken niet. Ik heb hem doorverkocht. Wat, hoezo? Zodat Bernhard dat niet terug kon pakken of kapot kan maken. Bernadette? Ja? Ik ben op zoek naar Natasha. Ken je die? Nee. Zeker weten? Ongeveer zo groot, blond haar. Nee? Hé, hey, we mogen niet komen. Hey, kijk, ze lijkt een beetje op de Natasha hier, naast jou, op deze foto. Jullie zijn zussen? Moet je van de tas? Ik ben verliefd op haar. Join the club. Oh. Is hij verliefd op jou? Dat weet ik niet, maar ja, ik heb hem pas één keer ontmoet. Wat gaan we doen? Modelleren. Je hebt fijn haar. Dankjewel. Maar het heb geen model. Oh. Zeg, heb je toevallig het adres van je zus? Ik denk toch niet dat ik dat zou me gegeven. Een telefoonnummer? Ze zit iedere middag in de Blue Lagoon. Vraag het dus zelf. Dat trekt dan wel wat anders aan. Hoezo? Wat is er mis met mijn kleren? Alles.
Je ziet eruit als een armoedzaaier die te dure kleren koopt, maar geen smaak heeft. Nou, dank je wel. Voorzichtig, hè? De achterkant. Sil, Jochem. Kunnen we jullie even spreken? Dat weet ik niet. De Serge Haaglanden. Nou, dan zal het wel moeten, hè? Zeg het eens. Vanmorgen vroeg is het lichaam van Erwin Spaans aangespoeld op het strand. Mooi. Mooi? Ik ken zijn moeder hem begraven. Ik vind dat mooi. Of denken jullie er anders over? Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi, maar het zou nog mooier zijn geweest als zijn moeder hem helemaal niet had hoeven te begraven. De zee die geeft en de zee die neemt. Wat wil je nou eigenlijk echt weten? Wij willen weten wat er precies is gebeurd. In feite is er niks gebeurd. Dan noem het maar niks als er iemand verdrinkt. Ik weet van niks. Jij, Sil? Toen we wakker waren, was hij weg. Volgens mij was hij gaan zeiken en is hij overboord gepleurd. Hij had wat op. Hij had veel op. Meer dan hij gewend was. Jullie hebben hem ontgroend? Ontgroend? Dat doen studenten. Dan moet je in Leiden gaan werken. Wij dopen. Met een kale kop in het ijskoude zeewater dompelen. Maar hij hield zich groot. Hij was echt een vissersjongen. Echte vissersjongen. Heren. Serge, Haaglanden. Wij zijn hier bezig met een privégesprek. Zullen we gewoon aan ons werk gaan? Kunnen wij dat ook doen? Ja? Dank u wel. De lijkschouwer heeft sporen van ernstige mishandelingen aangetroffen op het lichaam van Erwin. Ik denk dat wij even verder moeten gaan praten op het bureau. Even kijken, dus u hebt de winkeldievegger op straat aangehouden. Ze stribbelde tegen. Vervolgens bent u tegen de grond geslagen door een onbekende man. En toen u bijkwam waren er geen getuigen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oh, mag ik even tekenen? Hier? Ja, daar. Oh. Nou, en dan ga je lekker achter dat stuk schoren aan, hè? Het wordt lastig de daders te vinden zo zonder getuigen. Oh, en dan? Nee, laat maar, joh, ik begrijp het al. Het gaat gewoon een hele diepe la in, hè, dat hele verhaal. Meneer, dit proces verbaal is het bewijs dat dit gebeurd is. En je weet nooit hoe dat terugkomt. Ik bedoel, er zijn genoeg gekken die over dit soort dingen gaan zitten opscheppen. En de kans is heel reëel dat hij dan tegen de lamp loopt. Wat ook heel goed mogelijk is, is dat deze man, die kennelijk nogal gewelddadig van aard is, want een kopstoot geven is niet niks. Het heet ook niet voor niks, een kopstoot. Kopstoten kunnen trouwens ook best lekker zijn, maar dat zijn hele andere kopstoten, sorry. Maar er is dus een kans dat deze man binnen afzienbare tijd voor iets soortgelijks tegen de lamp loopt. Dan kunnen we verband leggen met dit proces verbaal. Mens, haal adem. Straks sta ik hier met een dode politieagent. Het is toch eigenlijk ook niet te geloven, hè? Sta ik hier de half dag te wachten tot ik eindelijk aangifte kan doen, sturen ze een sprekende flipperkast op me af. Joh, krijgt dat er allemaal niet met z'n allen. Gek, hè? Dat er steeds meer geweld is tegen de politie. Jij gelooft dat hij die motor gewoon heeft doorverkocht? Nou, hij is niet een van de slimste. Nee, dit ben jij. Dat is gewoon een aardmaatje van me. Waarom heeft hij dan niet verteld dat hij die motor ging verkopen toen jullie dat ding samen gingen ophalen? Volgens mij was het er toen al niet van plan. Als die lui ruzie blijven hebben en het komt voor de rechter, dan hang je. Ja. Ik heb die twee heren dus nagetrokken en ik heb wel een idee hoe het zit. Bernard heeft een tijdje geleden een fikse bekeuring gehad. Als hij nog één overtreding maakt, dan is hij zijn rijbewijs kwijt. En vorige week heeft hij zijn auto en zijn motor overgeschreven op naam van Karel. Karel die kan niet in zijn auto rijden. Karel is de katvanger voor Bernard. Hij gebruikt jou om die motor te verkopen, de ene boef naar de ander. Ja, die nee, jij gaat helemaal niks. Jij bent betrokken. Als Bernard een klacht tegen jou indient, einde oefening. In deze doos moet een bonnetje zitten van een dienstreis naar Hamburg. Zal die maar zoeken. Nee, Karel dan? Laat dan maar aan je partner over. Wat is het nou voor gezeik? Erwin is zwaar letsel toegebracht. Zwaar letsel.
in het begin spatte die wel een beetje tegen, maar... meer dan een paar blauwe plekken zal dat niet geweest zijn, toch? Ja, ik weet niet wat jullie onder zwaar letsel verstaan. Gekneusde ribben en verwondingen aan zijn anus. Hoe kan dat, denk jij? Ik ga niet oordelen over de levenswijze van Erwin. Zeker niet nadat hij dood is. Ik weet niet wat jullie allemaal denken. Nou, ik denk dat Erwin is verkracht. Wat je dopen noemt. Waar ben je nou op uit, joh? Denk je dat ik een flikker ben? Van mij mag jij best homoseksueel zijn, hoor. Ik discrimineer niemand. Niet om zijn huidskleur, zeker niet om zijn seksuele geaardheid. Waarom denk je dat we het over jou hebben? Jij zegt zelf, ik ben geen flikker. Ik kan het niet zijn geweest. Oh, nee? Ik verkracht niet. En al helemaal geen mannen. Ik neuk wel, met vrouwen. Dat je niet denkt dat ik niet aan mijn trekken kom. Dus ik hoef ook helemaal niet te verkrachten. Wat ik nodig heb, dat krijg ik zo ook wel. Verkrachten gaat niet om seks. Oh, om wat dan wel? Om macht en om geweld. Jullie zien hier de geweldloosheid zelf. Wat dat betreft ben ik net een mietje. Vrede op aarde. Verkrachting. Hoe wou jullie dat bewijzen dan? Jullie hebben geen bewijs. Geen DNA, niks. Hoe weet jij dat wij geen DNA hebben? Wie heeft je dat verteld? Als je gaat neuken zonder kapotje, dan moet je weten wat er van komt. Niet van mij dus. En ook niet van Sil. Dat is dadenkennis. Nee, dat is gebrek aan bewijs. We zijn vissers. Hoe bedoel je, wij zijn vissers? Wij naaien elkaar niet. Hey! Gang, lul! Kom dan naar buiten! Komt u mee naar het bureau? U veroorzaakt overlast hier. Overlast? Ik? Die lul heeft mijn motor gejat. En daarom zijn we naar u op zoek, ja. Vanwege uw motor. Ga je mee? Geen probleem. Ga mee. Niks aan de hand. Kan net je moeder aan de telefoon of je naar huis wil komen? Nu, meteen. Wat bedoel je? Wegwezen, wegwezen. Wieberen. Gijs. Weg. Wieberen, blijven zitten. Is dit wraak? Omdat ik je met die rekening liet zitten? Ik kan het goed maken. Ga met me uit. Ik weet niet of ik dat nog wel wil. En ik weet niet of jij dat nog wel wil. Ik ben nogal een dure hobby. Maak jij maar geen zorgen, Mop. Ik hou van dure hobby's. Jij hebt voor die motor betaald. Zeker weten. Contant. Een Yamaha MT-01 uit 2009. Hoe kun je dat eigenlijk betalen van jouw uitkering? Daar heb ik jaren voor gespaard. En op diezelfde dag heb je een BMW X5 gekocht uit 2010. Hoeveel moest je daarvoor betalen? Wat is zo'n BMW nou waard? In die uitvoering? Zeker 60.000. Heb jij dat betaald? Dan moet je er eigenlijk mee, als je geen rijbewijs hebt. Of heb jij betaald gekregen om die kentekens op jouw naam te laten zetten? Bernard kan blijven rijden en jij krijgt zijn boetes op jouw naam. Zodat hij verkeersovertredingen kan blijven maken en jij een aardig zakcentje krijgt? Dat heet kentekenfraude en de vriend is dan medeplichtig. En jij bent de hoofdschuldige. Waarom heb jij die motor achterover gedrukt als je zo bang bent voor die gast? Ja, je begrijpt toch wel dat hij dit niet zomaar over zich heen kan laten komen? Ik had geen keus.
Ik had schulden bij de Chinezen van het pokerhol. En die wilden mijn poten breken. Je hebt die motor verkocht om je gokschulden af te lossen. En waarom moest Josh dan mee? Nou, ik dacht, dan durft die Bernard niks. Want die heeft genoeg illegale zaken. Je hebt Josh flink in de problemen gebracht. Ja, maar ik maak het wel weer goed met Josh. We zijn tenslotte oude maatjes, dus... De zaak is uitgezocht. Mijn excuses. Voor het optreden van agent Jos Vrolijk. Hij had zich absoluut niet in deze zaak mogen mengen. En zijn gedrag gaat zeker leiden tot een fikse disciplinaire maatregel. Had niet verwacht. Ik ben er erg blij mee. Mooi. Goed dat u meteen bent gekomen. Ja. En mijn motor? En wat is er maar? Waar kan ik die ophalen? Die bent u kwijt. Ja, lijkt me logisch. Karel was uw katvanger. Hij heeft u vervolgens belazerd. Hij heeft al een verklaring afgelegd. Wat? Kwijt? Mijn motor? Weet je wat? Ik laag jullie aan. Allemaal. Met die dikzak voorop. Ja, dat zou ik zeker doen. Dat is uw goed recht. Het probleem is wel dat dan de hele waarheid aan het licht komt. Ook uw kentekenfraude. Dus als ik mijn mond hou, ben ik mijn motor kwijt. Mooie deal is dat. Ben je van de pot gepleurd of zo? Nee, niks mooie deal. Die motor bent u sowieso kwijt. Als u een klacht indient, krijgt u een hele bak ellende over u heen. Als u geen klacht indient, dan loopt u zo naar buiten. Blijft het bij dit gesprek. Zeg het maar. Tiefenslaaien! Ik ben een ambtenaar en ik ben in functie. En u beledigt mij. Eigenlijk mag dat niet. Kijk, wij weten zeker dat uw zoon vlak voor zijn dood is mishandeld. Alles wijst erop dat Erwin is verkracht. Weet u iets over de omstandigheden rond Erwin's dood? Iets wat u ons nog niet heeft verteld? Wat willen jullie nou? Wilt u geen genoegdoening? God, wat een mooie woorden. Genoegdoening. Waarom zou ik genoegdoening moeten hebben? Vanwege uw zoon, wat er met hem is gebeurd. Vanwege een moederhart. Wat weet jij nou van een moederhart? Wat weet jij nou van een hart? Van een hart dat bloedt. Jullie weten helemaal niks. Kijk even in de buurt om je heen. En wat zie je dan? Armoe. Armoe. En nog eens armoe. Als vocht in de muren. De hele straat. Armoe. En de zijstraten. Onze vaders en onze moeders waren arm. Onze grootouders waren arm. En hun ouders en die van hun, tot in de eeuwigheid. Amen. Nee, is die nou uit? Oh, maar hij heeft een batterij. Niks, weten jullie. Wij hoeven van niemand iets te verwachten. We hebben altijd aan onszelf genoeg gehad. Nederland, Europa. Laat me niet lachen. We hebben elkaar. We zijn vissers. Ik vraag jullie, namens mijn zoon, namens Erwin, laat ons met rust. Where do you go when you are lost? Onthouden een politieman. Head hanging down, nowhere to turn. Closing the door before I get
Hey, sorry man. Echt, ik had het echt niet zo bedoeld. Ik, ja. Overval plaatsvond op de juwelier in de Keizerstraat. Ik heb een plan. En jij speelt een rol, een grote rol. Laat niet schieten, ik ben het maar. Geen bloed, geen verwondingen. Ik heb niks gedaan! Wat willen jullie van me? Wij willen weten waarom jij Rudy voor die tram hebt geduwd. Hou op! Liggen, zeg ik. Liggen, zeg ik! Ik ga zo liggen, maar eerst laat je haar los. Houd je fucking bek! Er is een getuige. Welke getuige? Wij zijn getuige. Programma afgelopen. KRO.nl gaat verder.